circusacts, eetbare kunst en een muzikale tafel. Dit is allemaal te bewonderen bij de graduation show van de Design Academy Eindhoven. Studenten laten tijdens de Dutch Design Week hun afstudeerproject zien, waar ze het afgelopen jaar met bloed, zweet en tranen aan hebben gewerkt. Ik heb hier objecten ontworpen om in te bewegen. En het leuke is eigenlijk omdat het onbestaande objecten zijn, dat je erin kan bewegen en kan zien wat je eigenlijk kan doen. Van kan ik zitten, kan ik hangen, hoe kan ik met mijn lichaam het veranderen en vormen maken. Wat ik wil bereiken is vette performance maken en op festivals daarmee mensen inspireren tot beweging, maar ook met mensen samen gaan bewegen. Dus mensen uitnodigen om in deze objecten te gaan spelen en hun eigen lichaam eigenlijk weer te ontdekken. Boré is niet de enige die zich liet inspireren door het circus. Ik heb een loopbal gemaakt van het circus die licht geeft en interactief is op het geluid. Dus ik kom van het circus en in de school heb ik eigenlijk technologie leren kennen en daardoor was de combinatie voor mij vanzelfsprekend om daarmee een loopbal te maken die licht geeft. Het circus heeft denk ik nog veel potentieel om naar andere dingen te gaan eigenlijk, om die nog breder te maken dan dat die nu al is. En dan van het circus naar muziek. So this is Majma, a musical instrument inspired by Moroccan culture. I wanted to be able to mix traditional craft from my country with high technology. So the point was to pay tribute to my culture and to create this device that would assemble people together. Two of the scales are a mandolin, or as we call it in Arabic, oud. And the last instrument is an ensemble of violins and cellos. It allows, you know, to build the bass and fill out the room. De graduation show is voor studenten een uitgelezen kans om hun ontwerpen te tonen aan het grote publiek. Nou, we zien dat er heel veel aandacht is, dat er aandacht terugkomt in artikelen, in tv-interviews. Maar we zien ook dat er verbindingen ontstaan tussen bijvoorbeeld bedrijven en afgestudeerden die op zoek zijn naar een bepaald type bedrijf. Ik vind het heel inspirerend. Van alles en nog wat hier voorbij komen, van AI tot circulariteit tot gewoon ouderwets ambachtschap. Ik vind het heel mooi om te zien. Omdat ze weer met een nieuwe frisse blik komen op vastgeroeste ideeën. Dus dat is gewoon ontzettend leuk om te zien. Van oh ja, zo kun je er ook naar kijken. Ik vind het heel boeiend om al die verschillende technieken en ideeën te zien waar mensen mee bezig zijn. En wat vindt u ervan dat het gemaakt is door studenten? Belovend, veel belovend voor de toekomst.